Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Het is weer een sushi mukbang. Ik heb bij de Albert Heijn dit gekocht. Dit is dus rozenwater. Maar het zag er echt Japans uit. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Dan heb ik hier sojaboontjes. Ik heb hier dumplings. Dus gyoza, super lekker. Hier heb ik een handroll. Normaal als ik eten bestel, neem ik geen handrolls. Omdat die zacht worden. Maar ik vond het voor nu toch wel een keertje heel erg lekker. Ik ben trouwens weer bij judo in Diemen geweest. Dit is een handroll met zalm, avocado, komkommer, mayonaise. En hij ziet er echt heel lekker uit. Normaal vind ik de handrolls daar niet zo lekker. Net als de Abbey Fry. Dus die heb ik ook helaas niet. Dat is een van mijn favoriete sushis. Maar die heb ik dus niet. Dan heb ik hier allemaal 4 stuks is zalm nigiri. En 4 stuks flamed salmon. En 2 flamed tonijn. En 2 nigiri met tofu. Mocht je het je afvragen, het is nu zaterdagavond. Ik ben heel erg moe. Dat is echt mijn vaste zinnetje tegenwoordig in mijn video's. Maar ik ben echt heel moe. Dus het kan dat ik daarom een beetje sloom uit mijn ogen kijk. Of een beetje arrogant. Dat heb ik vaak als ik moe ben. Ik heb ook echt heet. Maar ik heb wel heel veel zin om deze video te maken. En ik leef me ook wel heel erg leuk rondom kerst. Want als hij online komt, is het als het goed is bijna kerst. Zo, dat is zwaar. Ik heb echt heel veel sushi. Ik hoop voor mezelf dat ik dit niet allemaal opeet. Want dat is echt niet gezond. Dan is het bijna kerst. Dus ik ben ook wel eens alleen geweest met kerst. En mocht je ook alleen zijn, dan is dat natuurlijk super. Oh, het ziet er zo lekker uit. Dit heb ik. Dit zijn. Hier heb ik oshinko makkies. Die zijn heel lekker als je van eetgeluiden houdt. Avocado makkies, komkommer makkies. Dan uromaki met heel veel zalm en avocado. En dit is een soort special, die heet judo. En wat zit daar nou precies in? Volgens mij zalm, tonijn, krab, viseitjes, een kokant laagje en saus. Heel spannend. Dat vind ik dan ook echt leuk om dat voor deze video eigenlijk te nemen. Ik heb hier een heel leuk kopje staan. Die heb je ooit in een unboxing kunnen zien. Net van Pukka, lekker een jasmijngroene theetje. Dus die ga ik er ook even bij maken. En ik heb zoveel honger. Ik weet niet meer wat ik aan het zeggen was. Wat zei ik? Oh ja, het is dus, hoe laat is het? 9:30 s'avonds. Maar een mukbang wil ik echt alleen filmen als ik alleen thuis ben. En Ruben die ging nu naar een verjaardag, dus ik kon nu filmen. Dan heb ik ook een bakje gember. Maar ik dacht net in de appie, weet je, ik haal gewoon even zelf een gember erbij. Super chill. Ik hoop dat die open gaat. Nee dus. Ja. Dit is van die witte gember. Ik doe het even hier. Ik ga ook proberen zo min mogelijk te knippen. Soms denk je echt, oh wat zie ik eruit. Ik moet knippen, maar ik ga het toch proberen. Bobby, dat kan niet wat je nu doet, lieve schat. Kom maar lekker hier liggen als decoratie. Zit je nou mayonaise te eten? Sojasaus. Lekker. De vorige mukbang die ik heb opgenomen vond ik, als ik heel eerlijk ben, kon ik eigenlijk niet naar kijken zelf. Ik vond mezelf daar zo shaggy, ver weg zittend. Ook net als nu er moe uitzien. Dat ben ik nu dus weer, maar ik denk van ja, jammer dan. En daar was ik alleen maar het eten aan het beoordelen. En toen pas viel het me eigenlijk weer op van, oh Charlotte, wat ben je toch altijd veel aan het beoordelen. Want ik vind het leuk als ik over het eten praat. Maar om te kijken is dat ook wel leuk, maar niet als iemand alleen maar de sushi keurt. Ik bedoel, het was geen review van het restaurant en daar leek het wel een beetje op. Dus ik zal proberen om dat dit keer niet te doen. Maar dit restaurant ken ik al, dus hier hoef ik ook niet mijn eerste indruk over te zeggen of zo. Ik heb zin om met een gyoza te beginnen. Ik weet niet waarom. Dit is dus zo'n dumpling. Lekker. Ik doe hem even in de soja. Even dit eronder hoor. Nee. Eerste hap meteen super lelijk en geknoeid. Jeetje. Oh, ja. Heel veel knoflook, heel lekker. Sojaboon. Een beetje lauw nog. Yum. Lekker, lekker. Ik vind het zo jammer dat voor bij Christina, als ze eet, vind ik het er echt wel gewoon leuk uitzien. Maar bij mezelf vind ik het zo verschrikkelijk. Waar ga ik mee beginnen? Ligt zien jullie Bobby? Bobby, je moet wel in beeld. Ben je in beeld? Ja. Oh, de handroll. Of niet?
Nee, hij is nu toch al zacht, dan bewerk ik hem nog even. Ik ga beginnen met een nigiri. Ja, die bakkersseizoen zit er ook niet, hè? Heel lekker. Die nigiris zijn hier zo chill. Gewoon echt. Echt, oh, echt top. Gewoon die zalm is zo top. En die rijst vind ik ook echt. Zo, ik heb veel sushi. Ik ga voor Oshinko, ja? Zien jullie wat ik pak? Of zien jullie het helemaal niet? Wel, toch? Ik heb het echt 100 keer gecheckt. Oké, ik hoop zo dat deze lekker crispy is en dat jullie het horen. Zal ik hem dichtbij doen? Deze Oshinko is anders dan ik gewend ben. Niet heel veel smaak aan. Hij was niet heel crunchy. Oké, die avocado heb ik nu. Die hoor je niet echt. Het liefst bij een mukbang klets ik helemaal niet. En ben ik gewoon alleen maar aan het eten. Maar dat is denk ik heel saai. Babi. Vorige video, toen zei ik, ik hoop niet dat jullie Bobby horen. Want hoe hij ademt is dit, hè. Ja. En toen zeiden mensen, laat het toch. Je kat, laat hem. Tuurlijk, het boeit me niet. Ik vind het echt super schattig. Maar voor een video kan het toch storend zijn. Ik heb nog een dumpling. Maar deze... Echt moeilijk. Lekker. Beetje crunchy. Ik weet echt niet eens of mijn mukbangs wel heel populair zijn bij mijn kijkers. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar ik weet wel dat mensen altijd zeggen, altijd als ik kijkers tegenkom, zeggen ze mijn favoriete video. Is je mukbang. Maar soms denk ik van. Dat is Bobby. Soms denk ik. Dit is trouwens de flame salmon. Die is echt super lekker met een sausje. Kijk, het is niet zoveel rijst. Dat is super chill. Ik zeg heel veel super en heel veel chill volgens mij. Maar soms denk ik dat ze dan misschien on the go bedoelen. Want in de serie On the Go, waarin ik dus on the go dingen test. Daarin zie je me ook vaak wel eten. Ik knip het er daar wel meer uit hoor. Die. Susanna, mijn nichtje uit Mexico, heeft hem ooit mij er kennis mee laten maken. Ik wist niet dat het zo lekker was. Wauw. Oké, nu deze. Soms zijn deze dus niet zo lekker bij judo. Het is heel veel zalm, daar moet je dus wel van houden. Ik hoop dat jullie het even een beetje kunnen zien. Ik film dit trouwens met een softbox. Aangezien ik, dat zei ik ook in mijn vorige video, in die On The Go. Als ik uit mijn werk kom, is het eigenlijk donker. Bijna donker. En als ik me dan ga opmaken, is het donker. Want ik moet me opmaken naar mijn werk. Ik zie er echt niet uit. Dat is nu, volgens mij. Maar dan denk je misschien, hé, je kunt toch met de softbox filmen? Maar mijn lamp van mijn softbox was al heel lang stuk. En je kunt dat echt bijna nergens krijgen. Dus ik ben net helemaal naar Amsterdam-Zuid. Helemaal. Maar ja, helemaal naartoe gereden. Want ik moest gewoon vandaag een video opnemen. Ik wilde super graag. Dus nu heb ik weer een softbox. Oh. Was ook super druk vandaag of zo. Is het daarom lekkerder? Ik weet niet. Het is zo lekker. Heel lekker. Ja, kijk, weet je, als je, sommige mensen zeggen ook altijd tegen mij van, oh, ik snap je helemaal als je zo kritisch bent. Ik keur dingen gewoon heel erg. Ook als je vaak sushi hebt gegeten, kun je het gewoon best wel goed vergelijken. En ik had bijvoorbeeld die sushi, die verse van Albert Heijn, die echt heel lekker is. Maar die sushi daarin was een soort taai. Zo kruh, kruh. En dat vind ik niet lekker. En deze is zo zacht en dan vind ik het gewoon heel lekker. Als je mij trouwens niet kent, dan denk je volgens mij echt, what? Sorry. Die komkommer is lekker. Oh, die komkommer. Dan denk ik dat is gewoon rijst met komkommer en zeewier. Maar hij smaakt zo lekker. Lekker. Ik moet even rustig eten. Laat even in de comments weten, want ik wil wel vaker mukbangs maken.
Denk jij op dit moment, oh chill, ze praat over haar eten, ze eet lekker door. Dat wil ik zien. Of denk jij, oh, ik wil juist dat ze gaat kletsen. Want in mijn eerste mukbang, mijn eerste twee, praatte ik echt heel veel. Kletste ik echt heel veel. Komt ook omdat ik toen nog niet werkte. En ik toen nog wat minder nadacht over wat kan ik wel niet zeggen. Ik vind dat ik heel veel gewoon kan zeggen eigenlijk. Maar toch op het internet, als veel mensen je video zien, denk ik nu toch meer na van, ja, weet je, mijn liefdesleven, moet ik dat nu al vertellen? Hoe ik over dingen denk, moet ik dat nu al vertellen? Want ja, als je de leerkracht bent, kun je toch iets minder vertellen, denk ik. Heel lekker sojabonen. Welke wil ik nu? Ik twijfel, want deze is denk ik heel visserig. Maar hoe spannend is deze? Echt, hoe spannend. Jeetje, hij kan ook echt heel heavy zijn. Het lijkt toch gegaarde tonijn. Hij is echt mega zwaar. Wow. Lekker. Ik moet gewoon mijn hand voor mijn mond doen. Hij is zo groot. Wat is dit allemaal? Het lijkt alsof zelfs die zeewier er omheen gefrituurd is. Want hoe frituren ze dit? Ik snap dat nooit. Maken ze zeg maar een hele sushirol? Doen ze dan van de paneermeel erom, gooien ze dan die hele sushirol in de frituur? Dan zou de buitenkant ook gefrituurd moeten zijn. Dus snijden ze dat dan weg of zo? Zo, maar is wel heftig. Ik neem nog een uramaki met zo'n avocado. Super. Ik film al een kwartier. Wat? Ik heb nog niks verteld. Oh, erg. Zo, wel grappig. Hoi panterbroek. Real life. Die sushi die vond ik dus normaal helemaal niet lekker. En soms denk ik bij sushi, oké, na een paar maanden gaan we weer een keer een kans geven. En dan is hij ineens heel lekker. Ik zit echt te denken, hoe kan het dat ik al een kwartier aan het filmen ben, joh. Ik ben zo benieuwd wat jullie vinden, want ik vind het dus heerlijk om over niks te kletsen eigenlijk. Terwijl normaal in mijn video's wil ik echt met squishies bezig of zo, dan wil ik echt over alles praten. Ik praat nu echt zo naar mijn microfoon toe. Hey. Hallo. Zullen we dit eens proeven? Ik hoop niet dat het rozenwater is voor op je gezicht. Wat zit erin? Water en aroma. Dus het is van Samra. Volgens mij is het Japans. Ik ging echt helemaal in de supermarkt iets Japans zoeken. Ze hadden ook sake, maar dat was dan 9 euro. En dacht ik, Wow, het ruikt eigenlijk niet alsof het te drinken is. Heel sterk. Naar zeep. Ik weet niet of je dit wel moet drinken. Het gaat wel over calorieën, dus dan denk ik het wel. Eeuw. Holy moly. Dit kan niet. Volgens mij, ik ga nu googlen. Dit smaakt echt naar onverdunde zeep. Samra. Rozen. Water. Oh, dan heb ik ook in gespuugd. Vet zonde. Rozen aroma. Nee. Dit puur en zuiver bronwater met rozenessens intensiveert de zoete smaak van diverse gerechten. Wordt gebruikt voor de bereiding van gebak. Oh, een paar druppeltjes.
Rozenwater dient voorzichtig gedoseerd te worden vanwege het kracht- en zuiver aroma. Wordt ook gebruikt voor geurlampjes. Nu denk ik echt, kan je dit, is het wel goed voor de mens? Oh, maar niet gezegd, die sojabontjes zijn dus van de Albert Heijn. Ik haal er altijd die gepelde sojabontjes. Dat is van 175 gram voor 2 euro. Super lekker door salade als snack. Maar dat vind ik bij sushi niet zo handig. Dus ze hadden ook deze, die zijn ook 2 euro voor dit bakje, zeg maar. In een plastic bakje. En dat is dan 100 gram, geloof ik. Dus wel duurder. Maar het eet lekkerder met sushi. Vuurbuik. En ik heb ze even in de magnetron gedaan. Oh, ik ben echt aan het knoeien. Ongeveer 45 seconden. En ik heb er een beetje water en toen wat zout op gedaan. Super lekker. Ik ga nu voor de handroll. Handroll. Oh, dit gaat zo charmant worden. Oh, er zit slijm. Dat vind ik altijd wel jammer. Dat ging best soepel. Lekker! Ik kan de sla er misschien nog uittrekken zelfs. Nou. De chef vond het lekker, dus. Uh-oh. Zo. Ik vond hem vorige keer niet lekker, heel lang geleden. De eerste keer dat ik daar bestelde. Maar ik het zoveel mayo vond. Dat is nu al oké. Okay. Veel zalm. Ik weet niet, de komkommer is heel lekker. Er zullen dus ook mensen zijn die denken, komkommer is toch altijd hetzelfde? Er zullen ook mensen die zeggen, ja, komkommer kan echt lekker zijn of niet. Zo. Alles is zo lekker. Wat gaan jullie doen met kerst? Ik heb nog steeds geen zin om te kletsen. Ben ik wel heel benieuwd naar. Lekker gember. Ja. Heel lekker pittig. Oh, en hou je van gember? Want ik zie dat bij Christina. Die heeft het altijd over van dat mensen niet van gember houden. Ik wist dat helemaal niet. Ik eet al zo lang gember. Gewoon door gerechten. Oeh, hij is pittig. Vind ik het lekker. Door mijn thee. Als ik ziek ben, dan geloof ik heilig in gember. De kracht van gember. Echt waar. En ook zo eet ik het al. Maar ik eet echt al heel lang sushi. Toen het net, had ik al een keer gezegd. Maar toen het echt volgens mij net in Nederland was, gingen mijn ouders het wel eens halen. Dus was het echt nog veel duurder dan nu. Toen woonde ik nog niet in mezelf. Dus toen was het nog niet dat ik het maar gewoon at wanneer ik er zin in had. Moet ik eigenlijk ook niet doen. Nu is het voor mij eigenlijk veel minder bijzonder. Dus eigenlijk zonde. Maar ze hadden ook dat gember. Ik vind die roze normaal wel lekkerder. Maar ik vind deze echt lekker. Albert Heijn, die Japanse lijn. Die komkommer sushi is zo lekker. Dan betaal je iets van 2,40 voor zo'n hele pot. Dus dat is wel heel chill. Omdat er nog zoveel voor me staat, heb ik dus het gevoel dat ik pas net begonnen ben met filmen. Dit is dus een flame tuna. En volgens mij heb ik die hier nog nooit genomen. Hij lijkt me heel lekker. Het zijn best wel relatief kleine sushis, als je het vergelijkt met sommige andere. Maar ik vind dat dus lekker, want je krijgt best wel veel vis erop. Het is gewoon wat minder rijst. En die hele hompen rijst vind ik nooit zo lekker. Je proeft bijna geen verschil tussen de zalm en de tonijn. Mijn camera valt altijd 100.000 keer uit. Zo vervelend. Dus ik heb even water gepakt. Oké, wat ik wou zeggen. Hebben jullie dat ook, dat als je aan het eten bent, dat je gewoon eigenlijk niet wil kletsen omdat je aan het eten bent? Wat ik wou zeggen. Is, ik was ook een keer, ik wilde het vertellen, dan denk ik, nee, ik wil sushi.
Bijna, ja. Die avocado is ook lekker, joh. Het is 10 uur. Was dat? Ik was ook een keer alleen met kerst, namelijk 5 jaar geleden. Want Ruben en ik, dat weet je op mijn Instagram als je me daar volgt, waren 7 december 5 jaar samen. Zeg maar, 7 december hadden we 5 jaar geleden onze eerste kus. En we kenden elkaar misschien toen 2 maanden, denk ik. Van de Deen. Heb ik ook een keer in de mukbang verteld, dus daar zou ik niet echt op ingaan. Maar, moet ik nou praten en eten tegelijk? Ik weet het niet meer. Dat is dus onze datum, maar toen kenden wij elkaar dus eigenlijk best wel kort. En ik zou die zomer, die kerst, als ik moe ben, die kerst op vakantie gaan met mijn ouders. En ik dacht toen van, ja, weet je, het was 7 december dat we net hadden gekust. Wanneer is het kerst? Dat is 2 weken later, iets meer. Ik dacht, als ik nu 2 weken op wintersport ga met mijn ouders, dan is het nog zo pril dat hij me gaat vergeten. Dan gaat hij gewoon andere meisjes ontmoeten en dan is onze relatie, heeft geen kans meer. Lekker. Mijn ouders begrepen dat helemaal. En mijn broertje, we woonden toen nog gewoon met z'n vieren thuis. Dus ik zei toen, of zij zeiden zelfs, volgens mij zei mijn moeder het ook nog van, ja weet je, blijf gewoon thuis. Dus toen ben ik de kerstvakantie in mijn eentje thuis gebleven. Zodat ik dus alleen thuis was. Dus leuk met hem, lekker kon knuffelen op de bank en zo. En kon afspreken. En zodat we elkaar dus, zoals in de vakantie kan, omdat je geen school hebt, meer elkaar konden zien in plaats van elkaar 2 weken niet zagen. Ik bedoel, ja, ik dacht, als het nog pril is, dan vertrouw ik dat gewoon nog niet. Van, oh, we kennen elkaar nu 2 maanden. Maar die 2 weken gaat hij echt wel op me wachten. En dat dacht ik gewoon, dat lukt niet. Maar ik weet, Ruben wist wel dat ik op vakantie zou gaan. Maar ik weet niet of hij echt wist toen. Nu weet hij dat wel. Maar ik weet niet of hij dat toen wist. Dat ik echt voor hem was thuisgebleven. Het is ook wel iets voor mij om dat gewoon te zeggen. Dus toen heb ik kerstavond volgens mij niks gedaan of zo. Eerste kerstdag of kerstavond, ik weet niet meer. Ging ik dan naar Robin, een goed vriendinnetje van mij. Die ik nu echt al heel lang weer niet heb gezien. Maar toen mocht ik daar met haar familie kerst vieren. Want haar familie ken ik ook heel goed. Dus dat was super leuk. Dat ik niet alleen was. En de kerstavond daarna was ik gewoon alleen. Dat was mijn eerste kerst ooit. En ik weet dat er ook heel veel ouderen zijn. En single mensen of wat dan ook. Maar uiteindelijk, bijna iedereen gaat met kerst denk ik altijd wel ergens heen. Of die doet iets. Ik was gewoon alleen op die avond. Dat was zo gek. Dit is zo lekker. Toen zei ik nog tegen Ruben, kan jij niet langskomen? Maar ik weet niet of zijn ouders toen al überhaupt wisten van ons. Of dat het serieus was. Of misschien was het toen ook nog niet echt serieus. Dus het is niet zo dat hij zei, kom maar kerst met mijn familie vieren. Dat is natuurlijk veel te vroeg. Dus toen zei hij, ik kom wel 4e kerstdag of zo. Of 3e of wat dan ook, whatever. Want hij moest de ene kerstavond met zijn moeder zijn en de andere kerstavond met zijn vader. Zoiets. En nog 1 met vrienden deed hij toen, geloof ik. Dus toen kwam hij, zeg maar, op kerstavond, 1e kerstdag, 2e kerstdag. En dan kwam hij op 3e kerstdag. Dus de 4e avond dat je iets met kerst doet. Dit is de nigiri met tofu. Zoete. Ik moet echt stoppen met eten eigenlijk, hè. Dus toen kwam hij. Dat was heel gezellig. Maar ik was dus op de kerstavond was ik alleen. Dat was zo gek. Ik weet niet meer wat ik daarvan vond, maar toch wel jammer met kerst. Dus in ieder geval, mocht je ook alleen zijn met kerst, dan kun je lekker deze video gezellig met mij kijken tijdens jouw eenzame kerstdiner. Of er zijn sowieso in december zoveel video's. Ik hou er niet van hoor. Ik vind liever dat elke YouTuber gewoon een maand uitkiest waarin hij veel plaatst. In plaats van iedereen tegelijk. Want dan kom ik er niet aan toe. Ik ga het niet meestal een maand later nog terugkijken, want dat vergeet ik ook gewoon. Ik vind dat zonde. Maar ik vind deze wel lekker. Ik heb nu echt zin om. Ik heb nu niet zo heel veel zin in vis ineens. Ik heb echt zin in die veggie dingetjes. Komkommer is zo lekker. Maar ik vind dat te zonde en ik vind het
Ja, ik plaats sowieso nog maar één video in de week. Wat echt heel jammer is, maar ik red het gewoon niet meer. Kijk, nu is gisteren on the go online gekomen. Dus ik zou nu dit kunnen editen en hem morgen kunnen plaatsen op zondag. 2 video's in de week. Maar dan heb ik gewoon weer volgend weekend stress. Dat red ik gewoon niet. Want nu moest ik vrijdagavond 5 uur thuis. Heb ik tot 1 uur 's nachts aan mijn video gewerkt. En dan zaterdag nu weer filmen, weet je. Dus anders hou je echt geen weekend meer over. Ik wilde zondag sowieso helemaal weekend. Ik ben ook zo raar. Want ik heb soms echt wel om 9 uur 's ochtends of zo zin in sushi. En nu is het 10 uur 's avonds. En nu heb ik niet zo heel veel zin meer in vis. Nu heb ik echt zin in die veggies. Ik weet niet waarom. Het kan ook gewoon je bui zijn. Moment stilte. Iemand zei een keer, doe normaal, waarom doe je ogen dicht? Nou, als ik niet mezelf film, zit ik echt altijd zo. Zo lekker. En Ruud en ik zeggen ook altijd bij de eerste, doen we het zo. Sst. Zo grappig, want hij lustte helemaal geen sushi voordat hij mij leerde kennen. Want zijn tante maakte toen een keer sushi. Dat is meestal niet zo lekker. Dus dat was de enige ervaring die hij had met sushi. Dus hij dacht, ik lust het niet. Dus dan ging hij mee naar een all you can eat. En ging hij al dat vlees eten. En langzaam ging hij mijn sushi proeven. En nu lust hij het dus ook. Vindt hij het zelfs heel lekker. Hij is niet zo obsessed als ik hoor. Ik film al een half uur. Maar ik kan echt nog heel lang doorgaan. Maar dat wordt denk ik echt te lang. Ik ben benieuwd of hoe ik eet, zeg maar, er echt heel vies uitzag. Dus dat ik er heel veel uit moet knippen. Of dat ik het er gewoon in laat. Heb ik nou veel sushi gegeten nu of niet? Ik weet niet. Maar ik vind die sojaboon en die gyoza zo lekker. Maar ik heb nog geen zin om af te ronden. Als jij het wel af wil ronden, moet je gewoon vast weggaan. Tot zo. Tot volgende week. Lekker. Ik hoop zo dat mijn audio goed is. Die lekkere, zeg maar, vind ik nu echt te visserig. Dus die hoef ik even niet. Maar hij is wel heel lekker. Maar soms ook bedoel, je moet daarvoor echt even in zo'n vismood zijn. Maar als Ruben straks thuis komt en hij heeft sushi, is hij echt heel blij. Of morgenochtend, als ik dan sushi heb. Even deze gaan we nog proeven. Oh! Ik had op Instagram gevraagd of mensen vragen hadden. Helemaal vergeten. Komt. Oh, die lekker, die roze gember. Wat zoeter. Heel lullig. Maar mijn geheugen is dus niet zo goed. Dus de vragen die ik dan krijg, daar weet ik oprecht het antwoord niet op. Ik heb ook maar 36 reacties. Dus best weinig. Mensen, niet zoveel mensen willen wat ze maar weten. Kijk, zoals dit. Wat is je favoriete keuken? Wat is je favoriete restaurant? Daar moet ik zo lang nadenken voordat ik het antwoord weet. Dat ik liever gewoon over één onderwerp klets of zo. Favoriete keuken? Ja, Aziatisch vanwege de sushi. Verder Italiaans. Maar ik heb tegenwoordig wel gewoon dat ik echt heel veel gerechten heel lekker vind. Maar niet Nederlands. Nee, Nederlands voedsel. Dat is mijn beste vriendinnetje. Die houdt daar heel erg van. Ik heb niet zoveel met Nederlands voedsel. Maar ik vind echt heel veel eten lekker. Maar ik ben niet... Ik vind, weet je, ik echt niet lekker vind? Hutspot. Ik heb een hekel aan warme wortel. Sowieso hou ik niet van warme groenten. Zoals koude paprika, lekker koude wortel. Maar warme wortel, warme paprika, vind ik helemaal niet lekker. En ik vind bijvoorbeeld wel weer warme tomaat lekker. En courgette en zo. Dat vind ik wel gewoon heel lekker. Oh, dorst. Hebben jullie ook altijd bij All You Can Eat dat je zoveel dorst hebt? Daarom verdienen die restaurants denk ik ook nog wel. Doordat ze veel drankjes verkopen. Want door die sojasaus, dat is zo zout. Zo slecht. Tegenwoordig vraag ik altijd om die met minder zout. Als je vanaf het begin van de avond die neemt,
merk je geen verschil. Echt top. Hij is wel zoeter. Hoe denk jij over het leven na de dood? Lang niet over nagedacht eigenlijk. Maar ik geloof wel dat er wat is. Dat is ook een heel slecht voorbeeld eigenlijk. Maar dat is ook waarom ik liever niet... of nog niet... donor ben. Het lijkt mij verschrikkelijk dat als ik dood ben... dat ik dan wordt opengesneden... dat mijn gezicht of mijn lichaam. Want ook al denk ik dat als er iets na de dood is... dat het dan niet je lichaam is, maar je geest. Dan alsnog ben ik bang dat... ik zo snel word geopereerd dat mijn geest nog geen tijd heeft gehad om mijn lijf te verlaten of zo, weet je. Als ik dood ben, wil ik gewoon liever niet dat er aan mij gezeten wordt. Dus heel egoïstisch. Ik heb zoveel respect voor mensen die dat wel doen. En ik geloof ook wel dat als ik ooit te maken krijg met een familielid of een vriend of vriendin die een orgaan nodig heeft, dat ik er misschien heel anders over ga denken, omdat het dichterbij komt. Zoals bij Selena Gomez. Dat verhaal van haar en vriendin vind ik zo mooi. Dat ze dus ziek was, Selena. En dat ze dus niet aan haar huisgenootje en hele goede of beste vriendin wilde vertellen dat ze een orgaan nodig had. Maar dat ze op een gegeven moment al haar familieleden zo hadden getest. Was allemaal niet goed. Niet positief, zeg maar, qua match. En toen kwam ze thuis en was ze zo van slag. En toen zei de vriendin van, ja, je moet het nu echt zeggen wat er is. En toen heeft ze het verteld. En toen zei die vriendin meteen van, oké, we gaan nu naar het ziekenhuis. En als ik een match ben, dan krijg je mijn orgaan. Heel mooi. Hebben jullie dat gezien? Anders moet je er echt even op zoeken. Op een gegeven moment in zo'n interview zegt Selena dan van... zegt de interviewster van... it feels like she saved your life. En dan zeggen ze zo... because she did. Waarschijnlijk zei ik het nu heel lelijk. Maar zo mooi hoe ze dat zei. Echt zo... oh, because she did. Gewoon... op een aardige manier. Echt heel mooi. Ik geloof ook wel in geest en zo. Dat vind ik ook zo leuk op het kanaal van Rebecca... dat ze ook dingen over geesten doet en zo. Ik praat heel snel, hè? Hoe ga je om met kritiek op YouTube en Insta? Even adempauze. Eerst vond ik het... nou, kijk, ik ben ook gepest op de middelbare school. En wat mijn probleem is dat ik een happer ben. Dus als iemand iets tegen mij zegt... ga ik er het liefst direct op in. Terwijl ik echt... op papier ben ik qua woorden zeg maar heel goed... maar in het echt mondeling ben ik niet zo goed. Dus dan hap ik zeg maar terug. En wat ik dan zeg is eigenlijk heel dom. Waardoor ik het eigenlijk nog stommer maak. En ik heb wel altijd als iemand reageert dat ik er heel graag op in wil gaan. Dus soms, tegenwoordig doe ik zo'n handje als iemand zegt van ik vind het zon. Dan doe ik zo van, nou doe je dan, weet je wel. Het liefst reageer ik wel op alles. Maar het kwetst me niet heel erg. Het enige wat ik nu heel jammer vind is dat als ik heel hard gewerkt heb aan een video. En bijvoorbeeld mijn eerlijke mening geef. Dat ik dan... aan haatreacties krijg. Dat is wat Gordon ook zei. Hè? Gordon gaat trouwen, die is dus nu niet getrouwd. Dat zei hij ook. Dat je gewoon met zoveel passie ergens aan werkt. En dan krijg je al die haat en gezeur. Van gezeur. En dat raakt je dan ergens in van... dat je denkt, yes! Nu komen de reacties. En dan... en ik merk ook, zodra er een negatieve reactie is... dan gaan mensen elkaar zo erg aansteken. En dan wordt het meer en meer en meer. Dus, en tegenwoordig heb ik ook als tip gekregen van... verwijder gewoon die negatieve dingen als het binnenkomt. Want mensen steken elkaar inderdaad aan. En als ze dat lezen, gaan ze dat ook denken en zeggen. En dus soms verwijder ik het ook. Maar meestal niet. Hoe ik kerst ga vieren. Eerste kerstdag is altijd met mijn schoonvader. Tweede kerstdag bij mijn ouders. En dit jaar is het alleen met mijn nichtje Susanna. Die dus nu van Mexico in Nederland woont. Met Ruup. En mijn ouders, als het goed is. En mijn broertje en zijn vriendin die gaan op wintersport. Ruben en ik zouden eigenlijk op wintersport gaan. Omdat wij dus steeds op vakantie gaan naar dat huis en het daar zo fijn vinden. Maar we konden geen oppas vinden voor onze katten. En Noah vooral is doodsbang met vuurwerk. Dus we konden het gewoon niet maken. En achteraf bleek dat we wel een oppas hadden kunnen vinden. Maar nu is onze beurt al vergaan. Dus kerst zonder hun. En ja, nooit heel veel mensen erbij. Maar daar heb ik wel heel veel zin in. En dan tweede kerstdag gaan we meestal uit eten met de moeder van Ruben. Klopt het dat basisschoolleraren slecht verdienen, aangezien er al twee stakingen zijn geweest? Nou, wat het is, mensen praten er vaak niet over, maar ik denk een lerarensalaris kan je gewoon op internet vinden. Hè? Kan je helemaal vinden, gewoon uitgestippeld totdat je zoveel jaar al werkt, gewoon altijd. Als startend leraarkracht heb je best een lekker salaris, vooral op mijn leeftijd echt fijn.
Het punt is alleen dat je per jaar misschien 50 of nog niet eens omhoog gaat. Dus dat is gewoon heel weinig. Maar waar vooral voor gestaakt wordt, wat ik heb gehoord en wat ik vind, is niet zozeer het salaris, maar geld voor het onderwijs. Dus geld om je werk wat minder zwaar te maken. Want in verhouding voor hoeveel je doet, verdien je nu eigenlijk weinig. Dus of je moet zeggen meer verdienen, maar nog liever heb ik eigenlijk wat werk uit handen nemen. Want ik ben zo vaak bezig met dingen die ik helemaal niet wil als juf. Ik wil er voor de kinderen zijn, maar je hebt zoveel tijd nodig om andere dingen te doen. Ja, dat hoor je allemaal vaak genoeg op het nieuws. Maar dat vooral. En om kinderen te helpen en er zo grote verschillen. En vaak kun je ze gewoon niet helpen omdat er geen tijd voor is. En ja, dat met name. Dus ik sta er wel achter. Dan denk ik wel van ja, ik ben net begonnen, dat ga ik nu al zeuren. Maar ik ben het er wel mee eens. Wat ik wil veranderen in 2018, is echt wel erg, wel leuk is, mijn voornemens waren altijd mijn school halen en zo. Dat is nu gewoon gelukt. En een baan en helemaal top. Maar ik ben nog steeds heel slecht in het onderhouden van mijn vrienden en sporten. Wat ik wil veranderen is eerder naar bed gaan en iets beter mijn tijd inplannen. Dat ik niet zo moe ben elke dag. En ik weet, als startend leerkracht hoort dat er ook wel bij. Maar ik ben zo gesloopt dat ik door de week niks meer kan doen met vrienden. Ik ben zo moe. En in het weekend zit er wel veel tijd in YouTube. En ben ik ook heel moe. En ik heb mijn vrienden echt nauwelijks nog gezien. Dus dat is echt heel erg eigenlijk. En ook sporten. Ik ben dan zo moe dat ik gewoon niet meer ga sporten. Weet je wat ik denk? Lekker, ik heb al die gyoza op. Nog 2 sojabonen. Ik ga nu de video afsluiten. Want mijn camera valt nu echt om de 3 minuten uit. Dat is echt niet meer leuk. Ik ben al 45 minuten aan het recorden. Dus ik hoop dat jullie de video heel erg leuk vonden. Ik hoop dat je je duimpje omhoog hebt gedaan voor deze video. Ook als je vaker mukbangs wil zien. En laat eens even weten wat jij het leukst vindt bij een mukbang, wat ik net vroeg. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie zaterdag om 9 uur. Of om zondag om 9 uur. In ieder geval in het weekend om 9 uur weer. Met een nieuwe video. En je kunt altijd laten weten wat je graag wil zien natuurlijk. Heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk tot dan. En op Insta. Doei! Op.